Oké, lieve kijkers, achter mij zien jullie een samenvatting van de afgelopen periode rondom het project Als ik maar doorkom. Het begon met een videoworkshop gegeven door Anita, die ook meeloopt. En dat was echt zo fijn voor mij. Het was echt een letterlijke eye-opener. Zij liet mij zien hoe ik mijn drukke associatieve beelden in mijn hoofd zo kan omzetten dat het voor de kijker ook nog prettig is om naar te kijken. Wat mij het meest raakte was, ja, ik weet niet, ik voelde me heel erg begrepen en gezien. En ik had het idee dat Anita mijn hoofd, mijn mind snapte. Wat best wel tof is eigenlijk. En toen kwam Patti Smit 2 avonden in Paradiso. Voor mij is zij echt mijn godmother. Wat betekent dat ze voor mij een stip aan de horizon is. Als ik haar heb gezien, dan wil ik alleen maar gaan, gaan, gaan. En wereld verbeteren en op een positieve manier en heel erg terug naar de basis en what it means to be humble. Toen kwam Marina Abramović. Patty is voor mij de verticale lijn. Marina werd de horizontale lijn. Maar eigenlijk hadden zij exact dezelfde energie en dat had ik helemaal niet verwacht. Marina gaf heel erg woorden aan allerlei dingen die ik wel eens bedenk in mijn hoofd, maar wat het betekent, zij zet zichzelf in als kunstobject en eigenlijk wil ik dat ook. En dat betekent dat je zeg maar zo aan je mind werkt, dat je zo in het moment bent, zodat wat je doet klopt. En dat wil ik in de reis ook gaan doen. Voor mij is zij de horizontale lijn, dus de verticale en horizontale lijn kwamen samen, dus ja. Boom, 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 boom.